De motie is aangenomen met 28 stemmen voor en 10 tegen. Al dus besloten. Deze motie, een motie van wantrouwen, was gericht aan wethouder Barend Rombout. Met een ruime meerderheid liet de Westlandse gemeenteraad woensdagavond weten geen vertrouwen meer te hebben in de wethouder. Volgens de raadsleden is er een gebrek aan vertrouwen wegens een opstapeling van gebeurtenissen. Maar maandagavond zou de emmer echt zijn overgelopen toen het over het dossier van T-zorg ging. 101 Westlandse inwoners hadden een verkorting van het aantal uren huishoudelijke hulp gekregen. Na een extra raadsvergadering op 12 april werd besloten dat die uren moesten worden teruggedraaid. Dat moest voor 31 mei gebeurd zijn. Maar afgelopen maandag bleek dat Rombout niet op de hoogte was van de stand van zaken daarin. Ja, ik zou de aantallen doorkrijgen, maar die heb ik nog niet doorgekregen. Kan je het laten zien? Voor 48 bewoners, en dat vind ik heel erg veel, dus ik ga met die directie van T-zorg in overleg. En ik laat u zo snel mogelijk weten wat daar uitkomt. Ik vind het veel te hoog. Dit was uiteindelijk één van de belangrijke redenen om de motie van wantrouwen in te dienen. Voordat er gestemd werd, kwam de wethouder nog wel met een verklaring. Als je op grond van deze informatie een motie van wantrouwen wil steunen, is dat aan u. Maar het heeft weinig te maken met hoor en wederhoor en zorgvuldigheid waar je zo aan hecht. Ik zou graag de gelegenheid krijgen om uit te zoeken of het klopt wat u in de motie heeft opgenomen. En als blijkt dat dit inderdaad klopt, dan weet ik zelf ook wel wat mij te doen staat. Dus ik vraag u om zo'n belangrijke beslissing de zorgvuldigheid in acht te nemen en mij tijd te geven. Dank u. Het mocht niet baten. De raad was duidelijk tijdens de stemming. Hoe heeft Peter Duisens die avond beleefd als fractievoorzitter van Westland Verstandig? De partij waar Barend Rombout vandaan komt. Dat het niet vanzelf ging, dat hoort u mij ook niet weerleggen. Bepaalde dingen waren ongelukkig. Zijn uitdrukkingen waren vaak ongelukkig. Dossierkennis, inderdaad, die liet wel eens te wensen over. Maar om dan op deze wijze, u zegt zelf al om 1:30 s'nachts iemand weg te stemmen, dat vind ik niet correct, omdat ook het interpellatiedebat ging over veiling, ging over de verhuizing van de WOS naar de veiling en ging niet over het typisch functioneren van wethouder Rombout. En dat men dat erbij gehaald heeft, ja, dat noem ik dan politieke spelletjes. Maar de motie werd dus ook gesteund door coalitiepartners, Gemeentebelang Westland en de VVD. Ja, dat klopt. Ja, dat is voor drie. Dat hadden we niet verwacht, ook niet zo ingeschat. Dat is verdrietig en treurig. Daarvoor zijn we niet in de politiek. Daarvoor zijn we niet voor onze inwoners bezig. Maar politiek is soms een vreemd spel. En dat hebben we dan nu ervaren. Hoe nu verder met de coalitie? Dingen lopen zo. Wij moeten ons goed even goed nadenken of het coalitieakkoord, wat eigenlijk door Westland Verstandig zelf geschreven is, of we daar verdere uitvoering aan willen geven. Dat zullen we met de fractie moeten bespreken. Dat zal ik met de twee fractievoorzitters van de coalitiepartijen moeten bespreken. En daarna bepalen van hoe verder. Voor het laatste nieuws over dit onderwerp kun je naar wos.nl of de WOS-app.